In de veilinghal van Beverwijk heerst elke zaterdag een roezemoezige drukte. Maar groente en fruit worden er niet geveild. De mensen die hier komen, elke zaterdag gemiddeld 10.000, vinden hier een aanbod van tweedehands spullen van de meest uiteenlopende aard. Voor het overgrote deel aangeboden door particulieren die hier voor 17,50 een stalletje hebben gehuurd. Maar ook enkele handelaren maken handig gebruik van deze vlooienmarkt. Antiekie, gulden maar. Kom erbij, mensen. Op de oppervlakte van 9000 vierkante meter kan iedere bezoeker wel iets van zijn gading vinden. En er zijn verkopers die voor echte standwerkers niet onderdoen. 5 gulden, wie wil hem? 5 gulden. Een AG, laat je nooit in de steek. 5 gulden maar. Wie wil hem? Wie mevrouw? 4 gulden dan. 4 gulden dan. De ware snuffelaars vinden er soms voorwerpen met een hoge antiquarische waarde. Deze grootste vlooienmarkt van ons land is er niet alleen voor volwassenen. Ook kinderen betrekken hier elke zaterdag een standje en doen zonder enige weemoed afstand van hun stripboeken of speelgoed. En ze graaien in de kleding met dezelfde flair als hun moeders in de uitverkoop. Er zijn er die, behalve onbevangenheid voor de camera, ook grote mimische talenten blijken te bezitten. Elke zaterdag dus, van 6:00 ochtends tot 6:00 avonds, wordt in Beverwijk deze markt gehouden, die door de organisatoren zonder enige schaamte de leukste vlooienmarkt van de wereld wordt genoemd.